Geluid wordt mede mogelijk gemaakt door slaaienslag.nl. Niels en Martijn mogen voor de laatste keer bieden op een vette prijs. Aangezien Joost geen euro meer heeft, is hij deze aflevering sowieso de lul. Hij moet een anti-bucketlist challenge ondergaan. Dit is het Veilinghuis. Welkom heren, bij de allerlaatste aflevering van het Veilinghuis. Jullie weten hoe het gaat, jullie kunnen vandaag ook weer een prijs winnen, behalve Joost. Ja, ik sta er een beetje voor spek en bonen. Eigenlijk weten we al natuurlijk een beetje hoe we ervoor staan, maar we gaan het toch even officieel doen. Dus jullie mogen het bedrag invoeren wat jullie nog over hebben. Alright. Oké, nou ja. Jij kan natuurlijk pas bieden als ik weer bied. Dus als ik als laatst de laatste seconde... Nou, kom op, afronden. Je kan jezelf overbieden. Ja, dat heb ik zojuist gedaan. Hij staat op 24 euro. 5, 4, 3, 2, 1. Wacht even. En het is gesloten. Niels, het is duidelijk, met 24 euro heb jij gewonnen. Kom erbij. Oké, Niels, laten we gaan kijken naar wat jij hebt gewonnen. Gefeliciteerd, Niels. De allerlaatste prijs is een drag race in Zandvoort. Je mag op hoge snelheid over een parcours scheuren met een airsoft gun. Een fotofinish gemaakt met de HP Sprocket bepaalt of je gewonnen hebt of niet. Dit is vet, toch? Ja, dit is heel vet. Ja, ja dit is ja, een soort van natte droom. Oké. Apart. Ja. Oké, Niels, voordat we gaan kijken of jij Martijn meeneemt of meestuurt met Joost, gaan we even kijken wat de opdracht van Joost is. Joost, jij bent het haasje tijdens een paintball-activiteit. Dus ik ga verrot geschoten worden. Ja. Het schijnt best wel pijn te doen, toch? Ja, kut. Oké, Niels, wat ga je doen? Nou ja, kijk, durf je het aan? Want ik weet dat ik ga winnen. Of denk je van, ik ga in mijn eentje een parcours racen en... Ik heb als kind altijd tegen de computer gespeeld. En die liet je altijd winnen, of niet? Hij had nooit vrienden. Nee, ik had niet zoveel vrienden, Pik. Nee, mijn leven is echt achteruit gegaan toen ik jou leerde kennen. Ja, ik heb nog niks met Martijn gedaan. Ja. Dus laten we het dan maar Martijn doen. Echt een betere reden kan ik wat niet verzinnen. Wat lekker enthousiast. Ik heb bijna zoiets van laat maar zitten. Maar ik okay. Nou, wat je wil hoor. Het is graag of niet... Nee, ik ga... Weet je wat? Ik ga wel mee, is goed. Oké. Nou, ik voel echt alleen maar strijd. Na dit programma is het klaar tussen jullie drie. Ja, dat maar dat zegt wel ja. Dat is ook het programma. Nou, Nelis, mag ik jou nog één keer hartelijk bedanken dat ik mee mocht? Box. Mag niet. Zo. Dankjewel. Alsjeblieft, jongen. Er staan hier twee auto's. Ik kies links. Oh, zie je dat? Voor mij niet sneller. Oh, we gaan gewoon als onze eigen auto racen. Ja. Wat gruwelijk. Wat een leuke verrassing, jongens. Nou, we gaan zo meteen twee races houden. Ik heb altijd al met Niels een eindeloze discussie. Hij vindt dat ik een waardeloos chauffeur ben. Ik vind dat hij een waardeloos chauffeur is. Dus misschien gaan we vandaag achterkomen wie van de twee nou de betere chauffeur is. Ik ken deze plek. We zijn hier ooit een keer met gierige gasten geweest. En toen zijn we gratis wezen paintballen. Dus ja, je raadt al, deze gasten gaan sowieso wraak nemen op mij. Hier staat, zit mijn hart wel weer echt in mijn keel, ouwe. De zenuwen gieren door het lichaam. En dat komt omdat deze gasten er ook gewoon veel te lekker op gaan. Dat ik zo meteen als maloot mezelf laat beschieten. Nee, ik ga hem niet sparen. Blauwe plekken en pijn. Kan je verwachten. Wie het eerst over de finish is, wint. En dat wordt bepaald met een fotofinish. Oh. En de winnaar krijgt de foto mee naar huis. Nice. Ja, man. Yeah.
geen vingers in de neus. Want ik heb gewonnen hoor, Pik. Jij stond nog daar. Het is overduidelijk dat ik won. Zo duidelijk? En überhaupt lelijk dat je met zand in mijn motor gaat gooien. Oh, maar je hebt toch gewonnen? Ja, maar desondanks heb ik inderdaad dus gewonnen. Dus je bent nu een excuus aan het maken desondanks... voor het geval dat je misschien nog gewonnen hebt. Ja. Wauw. Maar goed, ik heb dus gewonnen. Is er ook gewoon een foto gemaakt, dus die zal het laten blijken. Ik heb gewonnen, Niels. Nee, je mag hem houden. Nee, dus ga ik maar goed, de volgende ga ik wel absoluut pakken. We hebben natuurlijk nog een wedstrijd te gaan. We gaan nu schieten met een airsoft gun vanuit de auto. Gast, ik heb net eventjes gekeken. Die gozer was even aan het oefenen op een schietbaantje hier. Het schiet tering hard. Volgens mij hebben zij gewoon geweren meegenomen. Hier hoor, die zijn heel anders dan die geweren waarmee jij en ik paintballen, als we gewoon voor de gezelligheid gaan paintballen, toch? Dit zijn gewoon van die professionele, het zijn gewoon wapens, man. Maar goed, soms kan je dingen er beter gelijk op hebben zitten, dus en niet te lang over nadenken, dus laten we maar beginnen. Bij de tweede race gaan we gewoon helemaal los met airsoft guns, zoveel mogelijk ballonnen afknallen. Hij is op! Hij is op! Top, ik ben genoeg! Eentje in de smoel, kijk. Allemaal verf. Oh, mijn enkel. Oh, gewoon die hele rechterkant. Oh, mijn nek voel ik nu ook. Je merkt toch, nu je klaar bent, dat je wat vaker bent geraakt dan je dacht. Het is het leukste dat je ook al aan één kant geraakt hebt. Oh, maar het zit erop. Heel eerlijk, hoe vet was dat? Dat was fucking dik, ouwe. Dat was heel dik. Ik voelde me echt gewoon een bank overvallen of zo. Ja. Die op een lon aankomen was. Ja. Zo zielig dan weer wel, maar ik vond het heel vet. Ja, dat was echt heel dik. Toch moeten we nog even snel de punten tellen doen, hè? Even kijken, hoeveel heb jij er? Ja, ik moest een beetje voorzichtig doen voor die cameraman. Ja, ik zei het. Ja, daar had jij echt volledig schijt. Ik heb volledig schijt. Oh, dit wordt nog spannend, Niels. Dus deze ronde heb ik gewonnen. Deze ronde heb ik gewonnen. Heb ik weer gewonnen. Laatste ronde, wie heeft daarvan gewonnen? Kijk, dat is 4, 6. Ja, dan is het gelijk. Ik heb minder ballonnen. Ja, maar het ging per ronde. Nee, het ging per ballonnen. Ging per ronde. Ik heb minder ballonnen. Je gaat de spelregels aanpassen na de finish. Dit stond in het script meteen. Oké, gefeliciteerd. Dit was alweer de laatste aflevering van Het Veilinghuis. Volgende week komen we terug met een gloednieuwe serie. Tot dan! Wil je nou ook zo'n goede deal? Ga dan snel naar slijslag.nl en bied mee voor onder andere horloges, speakers, gereedschap en nog veel meer dingen.